Hoi, helaas is ons Tessaatje de afgelopen week ziek geweest en hebben we dus geen video kunnen nemen. Er is niks ernstigs met haar aan de hand. Ze heeft gewoon net als iedereen, denk ik, een buikgriepje. Gelukkig hadden we nog wat beelden van het horse event en dan vooral van de voltige. Dus hier komen Tessa, Rick, Kim en Fenna tijdens de voltige. Precies. Ik wil graag dat de kinderen allemaal de bak in willen komen. Kan via die kant, kun je die kant erbij staan. Rick doet mee. En dan krijgen we dadelijk eerst Pippi Langkousen erin, die aan jullie gaat laten zien wat voltige is. En dan gaan jullie het allemaal zelf doen. En hoor, Kim doet mee. Kim is er ook. En Fenna is er. Oh, zo, hoppa. Zo. Ik denk dat ik nog even moet oefenen. Het is al soepeltjes. Zo. De paard ook. Dit is geen Pippi Langkous meer hoor. Ah, Pippi Langkous kon ook heel veel. Ja echt, kom man. Ja, ik ben net een beetje gestunteld, maar kijk dan hoe gaaf. Kim die gaat er wel op. Papa. Starting internationaal. En daar gaat Rick. Dus dat wordt heel spannend, Rick. Papa. Rick ging er bijna overheen. Werd hij over het paard heen getild. Ja, Kim heeft het al voltige gedaan, dus die kan het gewoon. Pak vast, dan ga je staan. Kijk, ik moet erbij. Zij er even bij. Het mooie van voltige voor kleine kinderen. Dat ze niet meteen de teugels in handen hebben. Yay, Kim! Voordat ze echt. Oké, en nu gaat Rick. Dat maakt het ook een stuk fijner. Jut hem eraf, ik kan het volgende. Nou, hier rechts zien we er al een hoop enthousiast aan de gang. Ik zie zelf de handstand in. Meer Rick! Ja! Zijn jullie klaar voor, Bas? Oké. En dan doe je handen maar fijn. Dat is de eerste training waar je zit. Ja, en naar voren kijken. Goed, Rick! Nou, zometeen gaat Rick dit te paard doen. Hé, ik zag jou net een handstand doen, hè? Oh, Fenna! Gaan we niet op? Oh, dit is wel even... Ja, een beetje even. Komt-ie, hè? 1, 2, 3. Oh, zo, daar staat Rick. Ja, een beetje nu gaat Fenna. Kom op, Fen! Dit wordt het mooiste stukje video van vandaag. Fenna, ja! Woehoe! Goed gedaan. Heel goed, Rick. Je staat erop, jongen. Ja! Yeah. Oké, okay, nu Tessa. Tessa staat er al wijn op. Goed je hoofd omhoog. Gaaf man. Ja, misschien is dit wel wat. Nou, dan gaan we nu echt beginnen met Pippi Langkous. We gaan net zoals bij een echte voltige wedstrijd het paard klaarzetten. En dan zullen ze naar binnen komen, naar jullie groeten. En dan gaat Charlotte haar kuur laten zien. Dat is echt Pippi Langkous op een mooie grote witte schil. En handstand. Dan mag de muziek weer op nummer 1. Je vader mee. Je vader is mee. Wacht eens even. Zie je, het is wel heel normaal. Jij bent altijd met je mee. 1, 2. Goed zo, Tessa. Nou, succes Charlotte. Cool. Oh, hij gaat echt de salto. Ja, komt er maar. Achterwaarts. Nou, tada. Nummer 2. Nummer 3. Nou, maar nu, gaan we naar binnen. We gaan beginnen met wat losrennen. Dus we gaan allemaal een paar keer naar de overkant. Heen en weer. Oh. Rennen ook nog. Ja, rennen. Kom, rennen. Tess, rennen. Laat jij deze kant. Ja, dat doen we nog een paar keer. Nog een paar keer. Ja. Ja, wil je nog even op paard zitten?
Oh, Pipi rent ook gewoon mee. Dat is dan ook wel weer cool. Nog één keer? Ja. Pipi rent ook mee. Hier is de park. Hier ga je. Kijk, hartstikke mooi. Dat kan allemaal in de kring. Waarom allemaal een grote kring? Ze hebben mij altijd geleerd dat de kring rond is. Dat is nog niet echt het geval. Ja. Hier kan één. Hier, zo erachter. Het is voor mij heel belangrijk dat al jouw spieren los zijn. Dus Pippi mag beginnen met haar en dat weet jij. Oké, dan Pippi allemaal maar aan. Deze groep man. Oh, dat is lastig, hè? We staan hier ook. Het verrek is echt heel. Ja, wij willen dat onze sport, onze spieren allemaal lenig zijn en een beetje warm voordat het paard gaat, zodat we niet zo snel blessures gaan. Ja, ja. Zo, we kunnen het paard al op. Kijk, we gaan weer. Nog meer. Ik heb hier over twee borden waar je oefeningen op kan doen. Wil jij erop een keer? Kijk, help zijn jou erop. En dan mag jij met hem mee. Zo, kijk hier. Hier. En jij zit op die vijf broek. Zo, ik heb je lang aan die lening. Wat is het meer belangrijk? Blijf hier opdrukken. Yeah. Kom maar, Rick! Woehoe! Oh, daar ben je groot, hè? Ja. Blijf opdrukken, hè? Ik doe niks aan, hoor. Blijf opdrukken. Kom op. Druk op. Druk op. Druk op. Nou, je zit al, Fenna. Ben je flauw van, hè? Nee, zeg ik. Geen goed af. Geen goed af. We gaan nu door naar de afstand maken. Wie van jullie kan wel een afstand? Laten we eens even zien. Kom er maar eens bij. Laten we eens zien. Ik vang je op. Oh, dan gaat Tessa. Goed zo. Ben je mooi bij elkaar? Tessa krijgt de afvlinder. Goed zo. Heel mooi. Heb je nog meer? Kun je ook een afstand? Zo! Ja? Oh, is Rick nog? Rick de paard? Er gebeurt... Oeh, de arme paard. Wat wil jij doen? Ik mag in de paard. Mag je niet zitten? Ga even bij de paard kijken. Ik sta, jongens! Zo, zie je hier nog echt een vieze reis? Oh, Jezus! Wat meteen, jongen! Fenna, die gaat staan! Nee, je kan het, Fenna! Je kan het! Je zit op paard, dan moet je de boven en je drukt in de armen. Nu is het heel hard met je kiezen. Gaan we staan? Woe! Nee, ben je verder voor? En ons kimmetje ook. Papa! Kim zit. Ah, applaus maar. Heel goed. Oké, okay, wie is er aan de beurt op de bord? Wie is er niet geweest? Heel goed erbij. Oh, neem jij de... Ja, top. Ga ik even bij de wagen kijken. Ik sta, jongens! Zo, ik zie hier nog een echte vieze hengst. Oh, wat is deze, jongen? En dan nog een paar. Ja, dat kan ik niet zeggen. Ja, leuk. Leuk hoor, dat is niks aan de hand. Maar hou je gewoon zo vast. Pak je hier, is het 1, 2. Hoppakee. Hoppa. Het is een Tessa. Mooi, volgende. Ja, man. Dankjewel. Hey, maak je maar geen zorgen, ik vang hem, hè. En je broer laat je echt niet vallen, kan ik je vertellen, hoor. Oh, kijk. Daar is Superman! Superman, ja, goed zo! Goed zo. 1, 2, en spring. Wil je daar omhoog? Goed zo. Kijk, spring. Hoor, laat je maar niet.
Nou, ik vind het dan. Goed gedaan. Kijk, nu voor de kinderen is weer aan de beurt. Wie wil er nog een oefening doen? Kom een paar vlagzakken en laat er maar eens een paar de vrije zit en de vlag in de molen doen. Nee. Wel op die zwarte, de Fries zijn. Het mooie van onze sport is dat je eigenlijk iedere keer ook weer een beetje vooruit gaat als je dan bij een vereniging gaat doen. Het zijn allemaal kleine stapjes en je wordt al vrij snel een beetje makkelijker en vrij wat paard. De dressuur en springen, dat is lang duren voordat iemand echt weer vooruit gaat. Dat hij toch in een bepaalde roes vastzit. En zoals ik al gezegd heb, ze kunnen zonder dat ze teugels in handen hebben, dus zonder dat ze in de mond zitten, goed, kunnen ze op een fijne manier kennis maken met het paard. En op wedstrijden kun je gewoon in stad mee doen, je kunt de grond mee doen, je hebt allerlei diverse niveaus. Ja, leuk, was leuk hè? Kijk, hoe goed. Papa! Sens doen. Nee, ja. Zo, dat ga ik ook doen. Dat deed ik net ook. Super, cheers. Tessa weer beter is en dat we weer gewoon Tessaatje in beeld hebben of in ieder geval Verona of nou ja goed hard voor paarden video's kunnen maken. Ik zie je heel graag dus volgende week weer. Vond je dit toch een leuke video? Doe vooral een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren op ons kanaal en dan zie ik je volgende week weer. Doeg!